Als ze een beetje de inzet tonen en willen, dan winnen we ze allemaal dit jaar. Zo, nou, niet slecht. Mijn naam is Daan Boom. En naast het maken van programma's ben ik ook voetballer in een amateurteam in de kelderklasse. Al 12 seizoenen lang gaat het niet zo best. Vorig seizoen zijn we gedegradeerd naar een klasse waarvan we het bestaan niet wisten. De zevende. Alles piept en kraakt en onze biologische voetbalklok begint te tikken. Maar ondanks dat we in de herfst van onze voetbalcarrière zitten, is de droom om kampioen te worden nog springlevend. Dit seizoen moet het gaan gebeuren. En daarom nemen we jullie mee in de reis van dit vriendenteam naar het kampioenschap. Dit is Kelderklasse 15. Het is weer zondag en het is een hele spannende dag voor Kelderklasse 15. Want we staan aan het begin van een nieuw seizoen. Vandaag is de eerste competitiewedstrijd en de eerste spelers druppelen al binnen. Mannen, we zijn er weer. Ja, dit seizoen moet het gebeuren, hè? Ja. Kampioenen! Ja, lekker, toch? Man. Dit seizoen moet het... Thanks, buddy. Ja. Dit seizoen moeten we eerste worden. Ja. Hoe groot acht jij die kans dat gebeurt? Best groot. Ik heb nog niet het idee dat iedereen daar achter staat. Ja, ik ben wel eens fitter geweest, hadden we daar nog wel. Wat heb je gedaan? Ja, niet per se heel gek. Een beetje verkouden. We hebben ook al laten zien dat we het kunnen verkloten al. Maar ik denk dat we... derde plek? Tweede plek? Misschien de eerste plek. We zijn fit, we hebben de hele zomer doorgetraind. En we hebben de selectie versterkt op meerdere posities. Dus ik heb er wel vertrouwen in, ja. Ja, sommige spelers hebben er alle vertrouwen in. Maar bij één iemand is dat vertrouwen nog ver te zoeken. En daar kwam ik achter toen ik onze coach Rubbe vanmorgen ophaalde bij hem thuis. Daar, hier. Rubbert. Wat is dit nou? Ah, Rotom, wat doe jij? Ik had de vloerbak in. Waarom? Stopt mij. Wat is er dan? Kansloze missie dit. Waarom? Gaat niet goed komen. En omdat Rubbe er een hard hoofd in heeft, maar wel de wens om kampioen te worden, heeft hij een teambespreking geïnitieerd. En om de moraal helemaal omhoog te krikken, heeft Rubbe vannacht taarten staan bakken. Maar hij lijkt niet de enige met een tractatie. Maar ik zag jij net aankomen met wat in je klauwen. Appeltaart. In die voetbal-app. Zeg ja, als zij niet verhouden, dan ook. Teambespreking, appeltaart, een beetje professioneel houden. Die dames op de plek zetten. In balbezit speel je 5-3-2, of 3-5-2. En in als Terz aan de bal heeft, speel je 5-3-2. Kom jongens, gaan taart eten! De teambespreking gaat beginnen. Maar ook hier blijkt onze coach Rubbe niet de enige te zijn die een teambespreking heeft voorbereid. Het magische boekje met trainingsoefeningen. Dat is niet alleen gewoon in de lucht blijven hangen, maar dat ook hier bestaan. Wacht even, want voordat we echt beginnen, toch even wat uitleg voor de mensen die ons team nog niet kennen. 5 jaar geleden, in seizoen 1 van Kelderklasse 15, maakten we kennis met dit voetbalteam. Met onder andere coach Rubbe, de wijs uit het oosten, die ondanks dat hij de avond daarvoor met een aantal alcoholische versnaperingen op in het plantsoen fietst, wel elke zondag ons team coacht. En geen ballen weer naar Arie! Met Tom, de toenmalige vedette van ons team, Frank, de diesel, Nico, licht ontvlambare sterpentine, Jens, die niet altijd zin had. Ik heb eigenlijk niet gezegd. En Arie, die altijd zorgde dat hij een warming-up deed in de hoop te mogen spelen, maar desondanks werd opgesteld als vlagger. Dat seizoen probeerden we kampioen te worden, maar we eindigden helaas als zevende. En nu zijn we 5 jaar verder. Ouder, wijzer, sommigen beter, sommigen slechter. Zo! Hebben we wat nieuwe spelers? En is Arie geblesseerd? En dus heeft hij het gedurende zijn revalidatieproces over een andere boeg gegooid. Hij leidt de trainingen. En de statistiekjes houdt hij bij in zijn boekje. Nee, ik heb zo'n boekje bij. Er zijn wat dingen op. Wat is dus onze doelstelling dit jaar? Kampioen? Ja. Hey. Instelling. Dat heeft vooral, denk ik, te maken opkomende dagen. Ja, dat zijn afspraken toch eerder. We beginnen met zorgen dat we er allemaal zijn. Als we daar eens mee beginnen, dan ben je al een heel eind. Nou, maar ja, dat kan toch allebei? Voor de wedstrijd. Als jij niet genoeg mensen hebt, heb je ook niet genoeg mensen in het veld staan. Arie, ik heb liever dat jij je mond even houdt. Opstelling. Ja, leg even die 5-3-2 uit. Ja, even kijken. Dit is 5-3-2. Hij gaat meestal hierheen of hierheen. Hun verdedigers die staan meestal hier tussenin. Aanvallers. Centraal. Kom op, zie spelen. Hé jongens. Ik ben wel benieuwd. Kom, laat hoor. Dus als die bal dus bij de backs is of bij de centrale verdedigers, staan deze jongens dus ook weer vrij. Dus je hebt eigenlijk constant heb je driehoeken.
De hele tijd heb je die driehoeken. Nou, hier weer een driehoek. Nou, dat ziet er goed uit, hè? We gaan alweer een stap verder. Dan krijg je in principe een ander systeem. Dan krijg je 3-5-2 krijg je dan. Je moet constant die driehoeken proberen te maken. Dus ja, het 5-3-2 systeem, dat is aanvallend als verdedigend, denk ik, best wel sterk. En dan raken we dusdanig verwikkeld in een web van driehoeken dat onze aandacht zich ergens anders op vestigt. Voor mij echt een ziek groot stuk. Ja, Niemand snapt het meer. Oké, jongens. Puntje voor Tom, als de bal over de middenlijn is, neemt hij ze liefst bij de tweede paal dat de ballen ongeveer hier terechtkomen. Aanvallend. En na deze briljante vraag neemt de moedeloosheid bij coach Rubbe toe. Nee, we nemen een vrije trap en die schieten we terug naar de keeper. En we hebben mij nog als spits? Ja, als er echt niemand is, dan kunnen we jou inzetten. Goed, een hoop om aan te werken dus. Het viel me op dat er veel discussie was tussen coach Rubbe en Arie. En ik vraag me af hoe dat zit. Wat is jouw functie nu? Assistentcoach, het verlengstuk van Rubbe. Arie noemt zichzelf jouw assistenttrainer. Die zal weten of hij daar de naam wil geven natuurlijk. Hè? Ik ben gewoon de coach. Ik ben hier op zondag om de lijntjes uit te zetten. Ja. Assistentcoach, nee. Valt me één ding op als je vergelijkt met 5 jaar geleden. Ja. Dat is een andere club. Oh ja, dat is natuurlijk ook in 5 jaar gebeurd. Ja. Ja, we hebben namelijk met het hele team een transfer gemaakt naar een echte authentieke voetbalclub. Onder de rook van het FC Utrecht stadion, met een kantine uit de jaren 70 waar de nicotineplekken nog op het plafond zitten. Een ouderwets snackluik, waar er een kaartje wordt gelegd en met echte clubiconen. Zoals frituurconnoisseur Geert. Ik maak hier de snacks als we kampioen willen worden. Ja. Dan moet er even een flinke club overleven. Het oudste lid, Rob. Als je 3 of 4 keer verliest, dan wordt de kans klein. Stamgast en volkszanger Dickie. Bardienst Berry. Ja, het is redelijk druk, maar we hebben het wel onder controle. Hoor. En voorzitter Ab. Ik ga zo ingrijpen. Allemaal tegen de reglementen in. En alle zeer betrokken. Kortom, een droomclub om voor te mogen voetballen. Maar goed, met de nieuwe driehoekstactiek in ons achterhoofd kleden we ons om en bereiden we ons voor op de eerste competitiewedstrijd. En ik merk dat de donderspeech van Rubbe zijn vruchten heeft afgeworpen. Als we dit systeem nou eindelijk eens een keer goed gaan spelen. Ja, kampioen natuurlijk. Ah, kampioenschapje. Ja. Frank heeft vandaag een bijzondere rol. Keeper, hè? Dat is geen rechtsback. Nee. En dat ik moet keepen zegt ook niet zoveel over mijn keeperskwaliteit, hoor. Ooit een keer heb ik een bal uit een hoek gehouden en daardoor ben ik 5e of 6e keeper van het elftal. En dat betekent dat je een kwart van de wedstrijden moet keepen in het team. Ja. Als je naar de tegenstanders kijkt, wat denk je dan? Het ziet er een stuk professioneler uit dan wat wij hebben. Maar ik weet het niet, hè. Dus we zullen zien. Al lastig stuiten. Doe maar lekker. Niet slecht. Als ze een beetje de inzet tonen en willen, dan winnen we ze allemaal dit jaar. Kom op. Wow. En dan komt de scheidsrechter aangelopen. Zo, scheids. Hey, ja, goedemiddag. Hoe gaat het? Ja, goed. En jij ook? Ja, goed. Zou ik het wel krijgen als ik wat je nu gaat filmen? Ja. Dat je het even naar mijn telefoon kan opsturen? Naar jou stuur. Ja, dat kan, hè? Ja, dat kan. Dat kan mooi. Zeker. Dit is Hoesijn, onze scheidsrechter als we thuis spelen. Hij vindt het helemaal niet erg dat we filmen. En hij heeft al flink wat ervaring. U heeft nog wel een scheidsrechtercarrière achter de rug. Ja, al 20 jaar, 8 jaar bij KNVB, tot de eerste klasse. Wat is je specialiteit, hè, scheidsrechter? Goed opletten en het spel goed volgen. Ja. Dat het niet fout gaat. En jij hebt vaker voor ons team gefloten. Wat vind je van ons voetbalteam? Ja, gaat wel. Verliezen hoort bij het voetballen. En ik zeg altijd, wie de beste voetbalt, die heeft gewoon recht om te winnen. En laten we even kijken naar die opstelling. Bijzonderheden. Tom als oudspoetser achterin. Frank op de goal, als dat maar goed gaat. En Jello als aanvoerder, omdat Joost er niet is. Ik ben benieuwd naar zijn speech. Eerste wedstrijd van het seizoen. Even onthouden wat Rup allemaal heeft gezegd. Inzakken en pas op ons eigen helft druk zetten. En gewoon heel veel inzet tonen en coachen. Rubbe, van 0 tot 10, hoe zenuwachtig ben je? 4. Ja, die wordt een makkie. FC Brandhout, makkie. Ach, toen is ze stoer. Heeft de teambespreking geholpen?
Is het driehoekstrijdplan van coach Rubbe de juiste tactiek? Gaat het kelderklasse 15 lukken om de eerste competitiewedstrijd tegen SV Parkhout binnen te slepen? En we zijn los. SV Parkhout trapt af. En daar direct Tom, die moet terugspelen naar Frank. En dat is altijd spannend, maar dat gaat goed. En Frank zet op de goal, hè? We hebben geen echte keeper. Dat is natuurlijk geen zekere zaak. Onze echte keeper Jaapie, die is nog geblesseerd. En Frank aan de bal. Frank moet uittrappen. En dat doet hij ook vrij hard. En Baba moet aannemen. En och, ingooi voor de tegenstander. En dan lijkt de controle uit handen van coach Rubbe te glippen. Hensbal. Wat er in de teammeeting is besproken, blijkt te verwarrend om in praktijk te brengen. Nee, niks geen rust. Ja, dit is dus de fout. Jalou! Ja, dit. Hier word je dus gek van. Godverdomme. Jon staat daar helemaal vrij in die hoek. En Jello die pakt, heeft die bal in de hand. En die durft die bal niet te nemen. Omdat Tom die bal moet nemen. Omdat ik dat net heb uitgelegd. Ja. Ik heb helemaal niks. Geen zelf, geen inzicht. Dat is zo kut. Is het misschien ook een klein beetje zo dat het geen 4 is, maar een 8? Hoe zenuwachtig je bent voor de wedstrijd? Schouw eens op, joh. En Jello aan de bal geeft een fantastische steekpaas op Dion. Dion, is die er langs? Hij komt er langs. En oh! Wordt hij daar geduwd? Is dit geen pingel? Eens even kijken in herhaling. Hier loopt hij er langs en dan zijn dat twee handen in de rug. Dit zou een penalty moeten zijn, maar scheidsrechter Hoesijn besluit anders. Vrije trap tegen. Wat vind je van deze scheids? Ja, hij is een aardige vent. We moeten blij zijn dat we een scheidsrechter hebben. Parkhout verdedigt uit, komt weg en schiet kans. Oh! Kijk uit! Schiet Baba dan nou in de grond? Dat is zijn eigen enkel, joh. Goed, man. Ja. Ja, de tegenstander heeft nog geen kans gehad. Dus wij hebben al twee halve soort van pogingen gehad. Iedereen heeft de zin in. Instelling waar coach het over had tijdens de bespreking, dat zie ik wel terug, ja. Start al aardig goed. Nou, kijk, positie! Ja, maar zeg dan niks. Dat hoop jij toch in die bespreking te zeggen? Ondertussen loopt de spanning aan de zijlijn flink op. En niet vanwege de wedstrijd, maar vanwege twee kapiteins op één schip. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens, maar Arie geeft en ik andere dingen aan, maar... Wat is er nou aan de hand? Wat gebeurt er nou weer tussen jou en Arie? Arie is Joren aan het coachen, maar dat doet hij helemaal op een verkeerd moment. Dus, Nou, ik bedoelde niet dat hij helemaal weer hier moest gaan staan. Maar hij moest een beetje, want hij was al helemaal... Nou ja, niet te ver, maar hij maakt zijn loopactie. Dan krijgt hij niet de bal, dan moet hij even terugmaken... zodat hij weer die loopactie kan maken. Eigenlijk best wel simpel, ja. Voetbal is toch simpel? Handiger dat je dat in de rust doet of zo. Is prima. Om uit te leggen hoe het werkt. Dan dat je met z'n twee dingen gaat coachen. Ja. Misschien word ik verkeerd geïnterpreteerd. Misschien is de coaching, dus daar moeten we aan werken. Dat is, ja. Duco neemt de bal rustig aan. En oh, die is hij kwijt. Waar gaat die bal heen? Gaat de kaas! En oh, gaat net mis. En dan oh, wat een redding van Frank. Ongelooflijk, hier krijgt de tegenstander de bal. Neemt hem verkeerd aan. En dan schopt de tegenstander Tom. Komt hij bij de andere tegenstander terecht. En dan met zijn voeten in plaats van zijn handen. En dan kukelt de tegenstander nog over Tom heen. Wat een tafereel. Hé Frank, je blijft gewoon staan daar, hè? Ja, tweede helft ook. En dan komt hij voor de voeten van Jens. Schietkans. Ver over. En de bal komt bij Elbert terecht. Wat doet Elbert? En oh, op Matthijs een vrije schietkans. En dan, ja, het is 1-0 voor kelderklasse 15. Wat een droomstart. Hartstikke jongens. Lekker. Gele groen zijn de kleuren van mijn haar. Lekker, boys. Het werkt. Wat werkt? Driehoekjes. Driehoekjes maken. We kregen een steekbal van de rechter wingback op onze rechter centrale verdediger die diep gaat. En daar klinkt het fluitsignaal. De eerste helft zit erop. En wat gebeurde er? Ja, countjes, hè? En toen? Ja, door de beentjes van de keeper. Niet door de beentjes, was dat de bedoeling? Nou, eigenlijk langs. Kleine twinkeling in de ogen. Ja, we staan 1-0 voor. Ja. Dat is toch mooi? Goed positioneren. Ja. Nee, ik moest even ingrijpen. Ik heb tot die tijd niks te doen gehad, dus ik moest wel 1-0 voorkomen gelukkig. En daarna nog eentje van de lijn gehad en toen konden wij mooi scoren. Waar coach Rubbe en Arie net nog in een felle discussie zaten, lijkt er ineens wat toenadering te zijn. Nu moeten we wisselen. Ik wil niemand wisselen. Die idee snap ik. Dat is moeilijk, hè? Als het zo goed gaat. Ja. Maar je hebt wel wissels, je moet wel spelen. 1-1. 1-1. Niet alles tegelijkertijd. Soef, jij gaat er als eerst in voor Duco. Soef, die klote, hè? Denk je nou dat deze wedstrijd in de tas zit? De wedstrijd is nooit in de tas. Pas als het laatste fluitsignaal geklonken heeft, kun je zeggen of hem in de tas op zitten.
jullie vullen elkaar wel mooi aan. Ja. Ah ja. Dat is de bedoeling ook. Ja. Een soort van tandem. Oh, toch wel? Ja. Zeker. Hij is wat kritischer, ik ben positiever. Hè? Dus dat valt elkaar goed aan, ja. Een echt trainersduo. Echt een trainersduo, ja, eigenlijk wel. Oh, jammer! Oh! En oh, een flink blok van Jello, die paast hij door naar Soef en dan Soef. Oh, een panna! We spelen niet alleen in groen-geel, maar we beginnen ook te voetballen als Brazilianen. Achter je Dion. Dat is een mooie panna, ja. Achter je Dion. En Albert paast op Siderius. En Siderius paast op Dion, dat is een driehoek. Kan hij schieten en... Oh! Dat is bij het spel volgens mij, man. Gruwelijk dit. Ze zijn echt goed aan ballen, man. Dat is echt normaal. En daar komt een hoge voorzet. Kan het... En oh! Dit is ongelofelijk! Wat een goal! Het is 2-0 voor kelderklasse 15. Wat een goal. Laten we dat nog eens even bekijken. Je ziet hem hier. Het is een soort halve omhaal in de kruis. Maar dit was echt een ninja-actie, ja. Dit was echt een ninja-actie. Ze zijn hier allemaal hun best aan doen. Zo. Misschien willen ze wel echt kampioen worden. Ga jij nog spelen of niet? Dat is niet aan mij. En dan mag ik toch ook gaan voetballen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik mag erin komen voor Jens. En kan ik wat toevoegen aan deze wedstrijd? Ingooi. Heel goed. En die komt bij mij terecht en die neem ik bijzonder aan. En oh, ik lig. Ach, hij kan die bal net niet aannemen. En nu kan hij schieten. En ach, tegen de verdediger. En oh, die ligt. Hé, hey, scheids! Ik blijf hier niet overnachten, hè? En daar klinkt het fluitsignaal. De eerste overwinning van de competitie zit in de tas. 2-0 voor kelderklasse 15. Episch, dominant. Ja. Geen moment op de problemen gekomen. Dit is wel echt even lekker, vriend. Ja. Ik zag veel uit de bespreking, zag ik nog weer terugkomen. Die driehoekjes af en toe. En, mooie dingen gezien. Ja, jullie voetbal echt heel strak goed. Ja. En ook goede scheidsrechter erbij. Ja, drie punten, dat is het belangrijkste. En als ik daar een bijdrage aan kan leveren, dan, of dat nou rechtsback is of keeper, dan maakt dat niet uit. Dus trots. Ja, ik straal vandaag. Ja. Ja. Waarom? Ik denk dat het de beste wedstrijd is die we in een paar jaar gespeeld hebben. Laatste woorden. Waren het de driehoekjes of was het de taart? Zeg het maar. Ik denk dat door de suiker dat ze meer energie hebben gekregen, dat daardoor de driehoekjes kwamen. Misschien een klein beetje overdreven. We hebben 2-0 gewonnen in de 7e klasse. Ik denk dat het voor de teamspirit heel goed is dat we denken dat we kampioen worden. Maar we gaan het zien. We gaan het meemaken. Je weet het niet. Het kan gek lopen. Volgende keer in kelderklasse 15. Godverdorie, wat is dit, joh?